Ik vind het een heel gecompliceerd iets. Aan de ene kant zeg ik van mensen moet je altijd helpen. Altijd. Aan de andere kant denk ik van jeetje, Nederland is al zo vol. En er komen er zoveel meer bij als dat aanvankelijk de bedoeling was. En dan denk ik van ja, ik kan me voorstellen dat er opstand komt. Nou, ik denk dat er hier heel veel vragen rond spoken bij de mensen in het hoofd. Dat denk ik dat het ergst is. Van, zullen ze hier blijven? Lopen ze over een week buiten het hek? Wat zijn het voor mensen? En niemand is echt geïnformeerd. En ik denk dat als dat was gebeurd, dat het een stuk rustiger was geweest. Het viel een beetje rauw op ons dak dat er in één keer 800 Afghanen hier kwamen. En ja, je weet een beetje hoe boeren ermee omgaan. Hè? Wat een boer niet kent, dat eet hij niet. En dat soort dingen krijg je dan. Nou, het dorp is best wel klein. Er wonen hier net 3000 mensen. En er komen er 800 vluchtelingen bij. Natuurlijk, je moet die mensen opvangen, maar niet in een klein dorpje. Er is eigenlijk ruimte voor. In het, met het campingseizoen is het hier al heel erg druk. En het wordt het dorp zo wat verdubbeld. En, maar het zijn mensen die Nederland geholpen hebben in Afghanistan. Klopt. Ja, ik ben er ook voor en je moet ze opvangen. Maar misschien op een andere plek waar wat beter is. Ja. Dit is niet de beste plek ervoor, denk ik. Er is veel onduidelijkheid, als ik u dus begrijp. Klopt. Ja. Wat kunt u daarover zeggen? Dat er tot nu toe weinig communicatie is. Bijvoorbeeld van hoe lang gaat het duren, voor welke periode betreft het dat de mensen opgevangen gaan worden. Blijven ze binnen de hekken of komen ze er buiten? Dat zou duidelijkheid geven. Ja, dat zou dus schelen, bedoelt u? Dat zou heel erg schelen en dat zou recht doen aan de veiligheidsbeleving van de inwoners van Harskamp.